In het volgen van de verkorte business controllers opleiding kun je verwachten dat je in een groep van een man of 16 tot 20 met elkaar met het vak bezig bent. En in diezelfde groep praktijkervaring deelt, wat werkt niet, wat zijn goede ideeën. En probeert invulling te geven aan hoe maak je nou het verschil als business controller als jij aan de managementteamtafel zit van jouw organisatie. Tijdens deze controllersopleiding komen vijf onderwerpen aan bod. Dat is de functie van business controller. Dus wat is de plaats van jou binnen de financiële functie, maar ook binnen de organisatie? En welke uitdagingen spelen daarbij? Twee gaat over de vaardighedenkant. Hoe zorg je dat je nou invloed krijgt op de besluitvorming, maar niet in de laatste plaats op de beslissers in de organisatie? Het derde punt is meedenken met de strategievorming. Dat gaan we in die dag in iets meer concrete termen uitwerken, dat je wat meer handvatten hebt om daarmee aan de slag te gaan. Dan hebben we de vierde dag, praten we over rapportages en performance analyses. Hoe maak ik een verrassende analyse? Hoe zien goede rapportages eruit? Hoe loop ik dat aan? En de inhoud en de proces daarvan is allebei van belang. En de laatste dag, dat zijn eigenlijk twee onderwerpjes. Dan praten we over wat kun jij bijdragen aan hoe ICT voor jou succesvol kan werken. Wat doe je nou als controller aan verandermanagement? En welke dingen zijn daarin van belang? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, deze opleiding hebben we uitsluitend toegespitst op die onderwerpen. Waarvan wij denken, ja, dat zijn de grootste uitdagingen voor de business controller. Om zijn plek in de organisatie te pakken en te houden. Daar zitten soft skills bij. Ja, daar zit ook een bepaalde assertiviteit bij. Maar ook de support die je van je CFO nodig hebt. Daar wringt het in de praktijk vaak. Meedenken met de strategie klinkt heel leuk, maar hoe doe je dat? Veel controllers struggelen daarmee om daarin ook gewoon praktische bijdrage te leveren. Meedenken met verandermanagement. Hoe zorg ik dat ik een verandering echt succesvol af kan ronden? Inzetten en afronden. Ja, daar hebben we misschien allemaal wel wat boekjes over gelezen, maar om daar in de praktijk mee te werken en om je gestructureerd mee te werken, dat is lastig voor veel controle. Mijn gouden tip is, natuurlijk het barst van de uitdagingen hè, om goede business controller te zijn. Maar neem de stappen die bij jou passen. En neem zelf initiatief. Het wachten op de ideale structuur hè, om jou een goede business controller te laten zijn, dat gaat hem niet worden. Het wachten tot iemand jouw invloed laat krijgen, dat gebeurt ook niet. Om uitgenodigd te worden in een managementteam, om uitgenodigd te worden met strategisch management, om daarin mee te denken. Het gebeurt in de praktijk niet als jij niet vooraan staat en die kansen pakt. Ik zeg master of your own destiny. Pick your battles, zeggen we ook een aantal keren in de training. Neem je eigen verantwoordelijkheid om die rol in te vullen die je graag wil. De technologie staat veel meer op de voorgrond in het businessmodel. Businessmodellen piepen en kraken in een aantal bedrijfstakken. De technologie is daar best verstorend. Daar moet je als bedrijf antwoorden op geven en daar moet je ook als controller over meedenken. Over waar gaan we op investeren, hoe ziet mijn businessmodel eruit. Dus ik zou zeggen kortom twee dingen. Eén, dat zijn krakende businessmodellen. En wat zijn de businessmodellen van morgen? Daar moet de controller op meedenken. En welke technologische innovatie moeten we nu eigenlijk heel actief mee aan de slag? Nou, de voornaamste reden voor mij was eigenlijk om een verdieping eigenlijk op het vak te krijgen. En ook de ontwikkelingen die spelen op het vak controlling, om die gewoon eens te horen, zeg maar. Ja, heel erg goed. Ja, leuke opleiding. Goede combinatie tussen theorie en praktijk. Veel praktijkvoorbeelden ook. En ook zeg maar de diversiteit aan onderwerpen is ook groot. En waardoor het ook een afwisselende cursus is.
Wat ik met name geleerd heb van deze opleiding is eigenlijk toch wel de brede kijk op het vak controlling of op de functie als business controller. Je merkt dat het ontwikkelt en dat je in plaats van afdelingsgericht meer projectgericht gaat denken. En dat je ook zeg maar als business controller in staat moet zijn om van buiten naar binnen te denken. En in dialoog moet gaan zeg maar, met je leidinggevende of... En dat je dan op die manier de beste of de meest toegevoegde waarde kan hebben eigenlijk. Ja, de waardevolste tip. Toch wel dat een business controller toch een ander vak is dan een financial controller. Het heeft wel eens haar raakvlakken, maar business controller is toch wel wat breder, zeg maar. Ja, je moet ook gewoon de specialisten in kunnen schakelen, zeg maar. Dus een financial controller heeft wel andere skills, zeg maar, dan een business controller. Dat is misschien dan de belangrijkste of de grootste eye-opener. De belangrijkste reden. Ja, ik denk dat je... Ja, dat is niet echt een leervraag, maar ik denk dat je als business controller ergens zou... Als je nu ergens business controller bent bij een profitorganisatie of een non-profit organisatie, dan zou deze opleiding prima aansluiten. Omdat je dus enerzijds ontwikkelingen te horen krijgt, zeg maar, en anderzijds ook gewoon echt wel een stukje verdieping op het vak kunt krijgen. Wellicht is de opleiding interessant als je overweegt om die stap te gaan maken. Ja, omdat dit daar wel zeg maar veel aan bijdraagt. De omgeving, zowel van de profitorganisaties als van de non-profit organisaties, enorm veranderd. Het tempo is heel erg hoog. En ik denk dat de grootste uitdaging voor een business controller is om met die veranderingen mee te gaan. En om met elkaar in gesprek te blijven, zodat je zeg maar, ook je toegevoegde waarde als business controller kunt hebben. En ook je standpunten kunt maken. De reden dat ik deze opleiding doe is eigenlijk in het algemeen dat ik na zoveel jaar in het veld bezig geweest zijn om mijn kennis gewoon weer eens op te halen. En ook de nieuwe inzichten, hè, want het is continu in beweging, ook om die nieuwe inzichten op te halen in deze cursus. Heel concreet voor deze cursus Business Controller voor Korte Opleiding is dat ik in mijn laatste opdrachten heel veel met in de rol van Business Controller werk. En waar ik gewoon tegenaan loop van, nou, ik zou graag wat handvatten willen hebben om een aantal dingen gewoon concreet te kunnen realiseren. En nou, dus daarbij past deze opleiding uitstekend bij. Het is natuurlijk ook een wisselende stof die je krijgt. Ik vond de interactieve sessies, zoals van strategisch management en de soft skills, vond ik heel leuk. En daar kon je met elkaar echt bezig zijn om dingen gewoon uit te proberen met elkaar. Maar er zitten natuurlijk ook wel elementen in waarin gewoon zeg maar, ja, droge stof in zit. Ja, dat is wat minder uitdagend. Maar goed, aan de andere kant gaf dat voor mij ook wel weer genoeg elementen om te zeggen van ja, daar kan ik iets mee doen in de praktijk. Dus mijn algemene conclusie is dat deze aansluiting voor mij echt meer waarde heeft en dat ik mijn doel dus goed mee kon realiseren. Nou, dat zijn eigenlijk twee hele concrete dingen. Ik zit op dit moment toevallig op een opdracht waar heel veel veranderingen en verandermanagement een rol speelt. Wat ik nu heel concreet is aan het doen ben met het team waar ik mee bezig ben, is om een visie en een missie te formuleren. Van waar gaan we naartoe met elkaar als team? Waar willen we naartoe? En een ander voorbeeld is om een aantal speerpunten te benoemen waar we willen gaan veranderen. En bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld is dat ik dus met succesmappen nu aan de gang ben. Om echt speerpunten te definiëren. Wie zijn onze klanten? Welke resultaten willen we bereiken? Welke processen hebben we daarvoor nodig? En ja, daar ben ik nu echt concreet mee aan de slag. Dus dat is heel leuk om meteen die stof die je hier meekrijgt, meteen in de praktijk te kunnen omzetten. Echte eye-opener. Dat zijn toch echt instrumenten die je kunt gebruiken om dingen te realiseren. Wat ik voorheen dus heel veel bezig ben een soort op de situatie in te spelen, heb ik dus nu gereedschap mee, krijg ik mee om dingen heel concreet op te pakken en ook mee aan de slag te gaan met het team. En dat vind ik wel echt een mooie meerwaarde die ik voor mezelf heel belangrijk vind. Ik denk dat een belangrijke leervraag is van dat je je sowieso openstelt voor alles wat je naar je toe komt.
Als je met een bepaald vooroordeel gaat of met een bepaalde zienswijze in gaat van ja, zo is het en zo en daar zullen ze me niet vanaf krijgen, dan denk ik dat deze opleiding daar minder op aansluit. Je moet je gewoon openstellen voor verschillende invalshoeken, voor verschillende manieren om dingen aan te pakken. En het is ook een zoektocht voor jezelf van nou, welke skills kan ik nu gebruiken om concreet in te zetten. En ja, die skills kunnen heel verschillend zijn. Het kan per opdracht verschillen, het kan per organisatie verschillen. Ik zit zelf bijvoorbeeld in de detachering, dus ik kom bij heel veel organisaties. Dus het is ook weer geen maat, het is maatwerk. Het is dus niet dat je zegt van nou, ik zit in een vast keurslijf en zo is het. Nee, je moet je gereedschap meenemen en de ene keer gebruik je dit, de andere keer gebruik je dat. Die flexibiliteit heb je dus wel nodig, denk ik. Dus als je heel concreet leerdoel, dan is het echt flexibiliteit. Ik denk dat de grootste ontwikkeling op dit moment is dat alles wat gerelateerd is aan data-analyse en interpretatie van de data wordt steeds belangrijker. Je ziet het, hè? Overal is big data natuurlijk een hot item. En het is steeds ook de vraag van wat levert dat voor ons op? Dus de vertaalslag van data naar concrete informatie die sturing kan geven aan processen waar management kan sturen. Dus die wisselwerking in die scharnierpunten, ik denk dat dat voor de komende tijd steeds belangrijker gaat worden.